Tot slot een vraag die ik al langer wil stellen. Zit er een constante in je oeuvre? Kun je spreken van een centrale thematiek? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Om met de eerste te beginnen, een constant gegeven in zowel mijn architectuur, mijn films, mijn poëzie als in mijn goochelkunst, is dat ik wil opstijgen om in mijn universum een wonderbaarlijke werkelijkheid te creëren. Bastiaan, ik construeer landschappen in woord en beeld. Mijn gebouwen beroeren de wolken. Mijn tekstregels beschrijven de lucht. Een centrale thematiek, zei je? Onsterfelijk zijn. Hoe valt dit onsterfelijk zijn te rijmen met je cinematografisch werk? Met je, met alle respect, wereldvreemde, armoedige filmproducties. Ik proef alweer in jouw hooghartigheid een diepe afgunst voor vakmanschap en bespeur een hautein gebrek aan oprechte nieuwsgierigheid. Het doet me zeer te moeten vaststellen hoezeer je laatdunkend over me praat. Je lacht minzaam en kletst als een kip zonder kop. Je verdiept je niet in je eigen levende dode zijn, man. Lui stel je voorgekoude vragen en verlangt van mij hapklare antwoorden. Maar je vergist je. Een buitengewoon mens zoals ik heeft geen antwoorden. Hij vormt het superantwoord op onnozele vragen van onwetende vragenstellers. Ik ben onsterfelijk. Punt uit. Harry, laten we het gezellig houden voor de mensen thuis. En nog even naar de beelden van je film kijken.